Ja, waarschijnlijk hebben we het gisteren helemaal gemist, maar het was de dag van het handschrift. En dan zullen u denken: in deze tijd van computers, waarom zouden we ons al druk maken om handschrift? Nou, er is zelfs een heel platform opgericht om het schrijven met het handje te bevorderen. Er wordt zelfs een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om van het vak schrijven weer een echt vak op de basisschool te maken. Want zo is de klacht door al die computers en door al die tablets leren kinderen niet meer schrijven. En dan zal u denken: ach, dat maakt toch niet meer uit. We, we schrijven toch ook niet meer met een uh, ganse veer. Uh, uh, we kijken toch ook geen videobanden meer op Betamax. Ik bedoel, de techniek gaat toch vooruit? Ja, natuurlijk. En het is heel goed dat kinderen ook leren tikken en ook leren omgaan met de computer. Maar laten we niet vergeten dat het schrijven van een hand, met een handschrift, met een of met een pen en een potlood heel belangrijk is. Ik merk het zelf uh, tijdens mijn studie, maar ik merk het ook met mijn studenten aan de universiteit: als je zelf een, een samenvatting maakt en je schrijft het op met het handje, met een pennetje. Op het papier, dat het veel beter wegzinkt in je geheugen. In je korte termijn geheugen, maar ook in je lange termijn geheugen. En ik denk als wij onze volgende generaties niet goed leren schrijven, ondanks alle computers die ook prachtig zijn, dan ontnemen we ze iets. Namelijk die motorische oefening waarmee de kennis diep in je lichaam en in je hoofd verankerd wordt. En daarom ondersteun ik deze petitie. Van harte kinderen en alle Nederlanders gaat weer aan het handschrijven. Dank u wel.